Welkom bij Veradé. Bekkenbodem spieren trainen. Ga op je rug liggen. Trek beide knieën naar je borst. Leg je handen op je schenen en ontspan. Laten we dit even vasthouden. Vandaag bekkenbodem aanspannen en loslaten om verlies van urine en stoelgang te voorkomen. Blijf hier even ademen, inademen en uitademen. Bekken kantelen in ruglig. Leg je armen naast het lichaam of naar achteren gestrekt. Adem in en ontspan. Adem uit, span de bekkenbodemspieren aan en kantel gelijk je schaambeen iets buikwaarts, onder rug uitgevlakt. Adem uit. Glas en windjes tegenhouden. Adem in, ontspan. Adem uit, span aan. Intrekken. Ga verder met de oefening op het ritme van je ademhaling. Buig je heupen en knieën beiden in een 90 graden hoek. Span de bekkenbodem en buikspieren aan. Tik afwisselend met je rechter en je linkervoet de vloer aan. Tik aan. Tik aan met je tenen. En tik aan. Tik de vloer aan. Nog even. En laten we verder gaan met aanspannen en ontspannen van de bekkenbodem. Span je bekkenbodem aan tijdens een uitademing. Adem in en ontspan. Span en ontspan op het ritme van je ademhaling. Span aan. En laat los. Span aan. En laat los. Laten we drie tellen vasthouden. Span de spieren aan, alsof je de urinestraal tijdens het plassen kort onderbreekt. En laat los. Span aan. 3, 2, 1. En ontspan. Aanspannen. Plas en windjeshop houden. En ontspan. Span aan. Hou vast. 3, 2, 1 en ontspan. Span aan. Laat los. Span aan. Laat los. Ontspan. Laten we verder gaan. Schuif je rechtervoet iets naar voren. Span tijdens het uitademen je bekkenbodemspieren aan en druk je rechtervoorvoet in de vloer. Het schaambeen beweegt daarbij iets buikwaarts en de rechterbekkenzijde komt iets omhoog. Houd de spanning vast. En laat los, schuif je voet naar je andere voet, naar achteren.
Laten we dit herhalen. Schuif je rechtervoet iets naar voren. Span tijdens het uitademen je bekkenbodemspieren aan. En druk je rechtervoorvoet in de grond. Houd de spanning 10 tellen vast. En laat los. Ontspan. Schuif je rechtervoet iets naar voren. Druk je voorvoet krachtig in de vloer. Duw je stuitbeen van je centrum weg. Je schaambeen beweegt zich hierbij iets in de richting van je buik. En laat los. Wissel van kant, linkerbeen. Schuif je linkervoet iets naar voren. Span tijdens het uitademen je bekkenbodemspieren aan. En druk je linkervoorvoet in de grond. Het schaambeen beweegt daarbij iets buikwaarts. En de linkerbekkenzijde komt iets omhoog. Houd de spanning vast. En laat los. Laten we dit herhalen. Schuif je linkervoet iets naar voren. Druk je linkervoorvoet in de grond. Houd de spanning 10 tellen vast. En ontspan. Laatste maal. Schuif je linkervoet iets naar voren. Schaambeen beweegt daarbij iets buikwaarts. En de linkerbekkenzijde komt iets omhoog. Houd de spanning vast. Ademen. En laat los. Laten we gaan eindigen. Strek je benen omhoog. En rek je benen. Trek je benen naar je toe. Buig je knieën naar je borst. En omhelst je knieën. Blijf even liggen om na te voelen. Til je bovenlichaam op. Hoofd naar je knieën. Hou vast. Ontspan. En laat los. Zo, dit was het voor vandaag. Bekkenbodemspieren trainen. Tot de volgende. Dag.